is De Burgemeester Vraagt Door. Deze keer met Samantha Dingsbach, de directeur van GGD Twente. Samantha, welkom. Je bent directeur van de GGD. Wat is nou eigenlijk de GGD? Ja, je zou bijna zeggen dat iedereen nu inmiddels wel een keer heeft gehoord van de GGD. Maar GGD staat voor Gemeenschappelijke of Gemeentelijke Gezondheidsdienst. En dat betekent dat wij zorgen voor de gezondheid van de Twentse inwoner en dus ook die van Twenterand. De besmettingen in Twenterand die zijn ook behoorlijk. Kun je daar iets over vertellen? Ja, helaas deed Twenterand het niet goed qua besmettingen. En sowieso heel Twente niet. Maar Twenterand in het bijzonder ook niet. Dus we hebben daar de afgelopen periode naar gekeken. Hoe kan dat nou, dat Twenterand het zo slecht doet als het gaat? En dan tellen wij per 100.000 inwoners. En daar zijn we eigenlijk niet zo goed achter kunnen komen hoe het komt dat Twenterand het zo slecht doet. Wij denken in ieder geval dat het heel erg te maken heeft met een groot sociaal leven hier. En het heeft op de een of andere manier ook al heel erg hier in de samenleving, in de gemeente gezeten. En dan kom je van ver als je die cijfers naar beneden wilt brengen. Hoe moeten we daar nu tegen vechten? Dat we minder met elkaar in contact komen? Ja, die tips zijn eigenlijk geen nieuwe tips. Dat zijn tips die voor iedereen al gelden en ook al wat langer gelden. En wat, waar ik me heel goed kan voorstellen dat we daar, en ik ook, eigenlijk ook wel een beetje flauw van zijn. Maar het gaat echt over veel je handen wassen, de anderhalve meter echt aanhouden. En op dit moment zo weinig mogelijk sociaal leven, dus maximaal 1 persoon op bezoek per dag in je gezin. Dus het is heel zwaar. En tegelijkertijd denk ik dat als we het nu nog even volhouden, de aankomende periode, nog een beetje streng zijn voor onszelf, hoe lastig dan ook, gecombineerd met veel laten vaccineren, dat we misschien die derde golf zo plat mogelijk kunnen houden. En dat er dan ook echt licht is aan het einde van de tunnel. Ik geloof daar heel erg in. Even volhouden en dan kunnen we misschien richting de zomer weer wat meer vrijheden ons veroorloven. Ja, ik denk dat heel veel mensen daar wel naar uitkijken. Je noemde al even het toverwoord, vaccineren. Dat gebeurt nu volop, daar zijn jullie ook verantwoordelijk voor. Waar in Twente gaat dat allemaal gebeuren? Nou, ik moet beginnen om te vertellen dat wij daar niet als enige verantwoordelijk voor zijn. Want wij als GGD vaccineren mensen, maar ook huisartsen gaan vaccineren. En op dit moment, zeker in verzorgingshuizen, vaccineren ook instellingsartsen en het personeel zelf. Dus meerdere partijen die doen de vaccinaties. Wat wij op dit moment doen als GGD is het zorgpersoneel vaccineren en de mensen op dit moment boven de 80 jaar. Die vaccineren we in op dit moment 2 locaties, Enschede en Almelo. En we willen dat zo snel mogelijk uitbreiden naar in ieder geval 6 locaties in Twente. Om te zorgen dat mensen niet langer dan 20 minuten in de auto hoeven te zitten voordat ze op zo'n priklocatie zijn. En dat vaccineren, waar kunnen de inwoners van Twenterand zich laten vaccineren? Nou, dat is op dit moment nog niet helemaal bekend. We hebben nu 2 locaties in Almelo en in Enschede. En dat geldt ook voor de inwoners van Twenterand. Maar het kan heel goed zijn dat mensen in Twenterand naar Hardenberg bijvoorbeeld moeten om als dichtstbijzijnde locatie. Maar misschien ook wel niet. Ik weet dat op dit moment nog onvoldoende. Het enige waar we op letten is dat mensen echt niet langer dan 20 minuten hoeven te reizen voordat ze hun prik kunnen halen. Dankjewel Samantha Dingsbach voor je komst en voor je heldere uitleg. Graag gedaan.